Gaan we het heel episch maken dit keer. Dit keer ga ik niet zo zeikerig. Hi YouTube. Nee. Dit. Wordt serieuze business. Stevie. Trainer Stevie. Ja. Versus Red. Hoi YouTube. Let's do this. Maar eerst eventjes onze items. Ik hou jullie wel heel erg in spanning, hè? Gemeen ben ik toch? Ja, ja, inderdaad. Dan hebben ze al zo'n cliffhanger moeten overleven. Wachten op de aflevering. En vervolgens denk je... Oh, hij gaat... Nee. Oké, de Quick Claw. Dat zou een hele handige item zijn. Aan wie zou ik de Quick Claw geven? Ik denk aan Aquarion, omdat hij de langzaamste is. Niet zo luid. Red kan je horen. Je staat achter hem. Ik heb scheid aan hem. Ik heb jou... Je moet meedenken. Ik heb de Quick Claw nou in ieder geval aan... Oké, Black Belt. Dat doet Fighting Type Moves. Daar hebben we niks aan. Miracle Seeds. Ja, de Power of Grass Type Moves omhoog. We hebben alleen maar Razor Leaf. Dus echt veel hebben we daar niet aan. Niet echt, nee. Earthplate hebben we niks aan. Dragon Fang hebben we niks aan. Twisted Spoon. Oh, waarom ben je nou niet bij ons in het game dan? White Herb. Het restores any lowered stat in battle. Dat is ook niet handig. Iron Plate, we hebben geen staaltypes. Wat doet dit? Oh ja, dat is... It enables the holder to switch with a waiting Pokémon. Nah, daar hebben we ook niks aan. Silk Scarf. Help bij Pokémon Scarf that boosts the power of normal type moves. Volgens mij heb je wel een paar die best wel veel... Maar Leafeon die heeft Return. En Flareon die heeft Strength. Maar ik denk dat Leafeon hier meer aan heeft. Oh, nee, wacht eventjes, want Flareon die heeft Strength en die heeft Last Resort. Inderdaad. Maar ja, Flareon, ja trouwens, die leftovers die hij heeft, die helpen niet echt. Want Flareon is nou niet echt een tanky Pokémon. Oké, Silk Scarf, die hebben we. Grip hebben we niks aan. Leftovers kunnen we nog aan een Pokémon geven, maar we kijken eerst wat we nog... Ja, de Flame Plate, ja, we hebben alleen maar Flame... Nou, trouwens, voor die Overheat. Nee, het gaat toch een Flame Plate worden. Even kijken, Vaporeon was toch best wel defensief. Daar ja, maar die heb ik nou de Quick Claw gegeven, tot hij snel kan aanvallen, omdat hij heel traag is. Ja, dat is ook wel slim. Een Charcoal Flame Plate is beter, zover ik weet. Oval Stone, nee. Een Shell Bell, dat is ook voor HP, Legging Tail, Razor Claw. Extra Critical Hit, dat is iets voor Leafeon. An item to be held by a Pokémon, it is sharply hooked claw that ups the holder's critical hit ratio. Ik denk dat ik die inderdaad aan Leafeon ga geven dan. Maar Leafeon die had ook al iets, waar heeft Leafeon dan ook alweer vast? Zelf ben ik niet echt zo'n fan van critical hit, want het is een kan. Ja, dat is ook wel weer zo, laat me gaan. Ja. Experience share, life orb, an item held by a Pokémon. It boosts the power of moves, but it costs at some HP on each hit. Ja, dat is wel pijnlijk. Waar zijn de Pokémon kaarten? Ben ik het weer vergeten, Erik? Foei! Ben weer de Pokémon kaarten vergeten. Ik bedoelde aan het einde van, dus ik wachtte tot het einde van. Ja, gewoon deze aflevering dan, sorry kijkers. Life orb, hij is handig, maar ja, dat kost het HP en HP willen we nou niet verliezen. Magnet is handig voor elektriciteit. Spooky Toxic Mind Plate, het werkt allemaal. We hebben er helaas niks aan, dus ik laat ze allemaal gaan. De Helix was Powerlands. A Pokémon held item that promotes special attack gain on by... Oh nee, dat is EV training. Choice Scarf, boost speed, but allowed only one kind of move. Het beperkt enorm, maar het is verder wel een heel sterk ding. Maar ik zou hem niet gebruiken. Ja, maar aan de andere kant, als ik een Pokémon heb die maar één aanval nodig heeft. Ja, maar het is wel saai. Dan kan hij maar één aanval doen. Ja, is ook wel weer zo. Mystic Water. Ja, nee, trouwens, Vaporeon die heeft al iets goeds. Dawnstone, Iron Ball, Big Root.
Metalcoat hebben niks aan. Nuggets hebben niks aan. Electrizer hebben nou niks aan. Hardskill hebben niks aan. Destiny Knots hebben niks aan. Macho Brace hebben niks aan. Nevermelt Ice. It's a piece of ice that repels heat and boosts ice type moves. Ja, dan gaat hij naar Glaceon. Wat heb jij eigenlijk vast? Oh nee, je heeft de Icicle Plate vast. Dat is nog beter. Fistplace, Toxic Orb, Speltag. Razor Fang. Grotere kans op Flinch, Skyplate, Icy Rock, Wise... Ja, wat doet een Wise Glasses eigenlijk? An item to be held by Pokémon. It's a thick pair of glasses that slightly boost the power of special moves. Ja, daar hebben we dus ook niet veel aan. Black Glasses, that's... Boost Dark Type. Ja, als we nou... Er zijn er nog een paar Pokémon die we dus nog niks hebben gegeven. Dus ik denk... Net zoals Jolteon. Oh nee, die heeft Lightning dinges, geloof ik. Of hadden we die al een magnet gegeven? Ik ga eens gewoon even kijken. Ik weet het niet meer. Jolteon, wat heb jij vast? De Zapplate. Hou we zo. Nou, volgens mij heeft iedereen nou iets vast al. Dan denk ik dat je klaar bent ervoor. Ja, iedereen heeft iets vast, behalve Barrel Roll, maar die mag ook niks. En Lyra belt. En dat ga ik niet opnemen, want jongens, het is tijd. We gaan gewoon beginnen. Poging 1. Ik maak me echt zorgen. Echt ook doodse stilte, geen muziek, helemaal niks. Punt, 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 punt. Oh, die muziek. Hey, kijk, dat ben ik! Oh. Hij begint met de Staraptor. En ik ben daar niet bij in het voordeel in verband met... Leafeon heb ik toch nog steeds vooraan staan. En die heeft Intimidate. Oké, wij gaan gelijk over naar Bolt. Please, wees een stom... Doe iets stoms. Staraptor, level 88. En die kent Brave Bird! Nou, dat is al Jolteon die al neer is. Oh, en het hagelt ook nog eens een keer. Frostwater. Blizzard. Oh, neerhaal aanval. Oké, het is alleen maar recoil dat hij heeft. Kom op, overleef het Frostwater. Frostwater, nee, kom op. Dit gaat niet goed. Dit is niet fijn. Ik denk dat ik alvast een revive in ga zetten en dat ik Barrel als Ace in de Hole ga gebruiken. En hopen tot Jolteon sneller is dan Staraptor, maar ik betwijfel het. Heb ik een max revive? Nope. Ik heb maar 6 revives hier. Ik hoop dat Bolt snel genoeg is. Ja, nee, Barrel Roll overleeft dat zo, joh. Dat snapt hij zelf ook wel. Oké, okay, Bolt, ben jij sneller dan Staraptor? Je bent 38 levels lager, maar je bent een snelle duivel. Wij zijn niet sneller. Vergeet niet, Brave Bird is ook nog eens een keertje not very effective. We worden gewoon gepoond door zijn eerste Pokémon. Het is wel een hele sterke aanval, maar... Ja, hij is zijn eigen deeltijd nou neer aan het halen met zijn eigen recoil damage. Maar ja, Brave Bird is super effectief tegen Leafeon. Yep. Dus Aquarium dan maar. Aurora Beam. Quicklaw activeert! Please, wees genoeg. Please, game. Staraptor is near critical hit!
Nice! Oké, okay, volgende Pokémon. Een Keknia. Leafeon, dit moet jij aankunnen. Ik weet het, gras tegen gras jongens, maar vergeet niet, return hebben wij. Daarom ga ik voor gras tegen gras. En een best wel sterk aanval. Daarom. Hij is level 84 en return doet... Hij doet cotton spore? Oké, ik ga misbruik maken. Ik ga healen. Het nadeel is tot het hagelt, hè. Dus elke keer damage. Maar ik ga erop wagen om nou te healen. Bolt. Oeh, Needle Arm. Dat is fysiek. Oké, dat doet niet veel damage. We kunnen healen. Goed misbruik van maken. Ik bedoel dadelijk gewoon een Hyper Potion weer op Leafeon en we zitten goed. Frostwater, jij krijgt ook even gelijk een revive. Zoals ik al zei jongens, we gaan gewoon all out met items als we de kans ervoor krijgen. En die Staraptor die was behoorlijk gemeen. Ja. Vergeet niet, Staraptor is eigenlijk ook een kampioenschap Pokémon die heel vaak vanwege die Brave Bird wordt gebruikt. Hyper Potions, daar heb ik er genoeg van. Oké, Bolt zit weer op max health. Hierna gaan we Frostwater healen, daarna gaan we Leafeon healen, maken we het af met de return. Hij doet Destiny Bond, nog beter! Het enige nadeel is als hij nou Destiny Bond doet op het moment dat wij hem dan willen aanvallen dadelijk. Dat kan wel gevaarlijk worden. Oké, Frostwater, jou ook even gelijk helemaal healen. May the return be with you, Stevie. Dankjewel, Fairy Tail. Damn, dit is spannend. Yep. Oké, we zitten... Dit ga je gewoon redden. Dit ga je gewoon redden. Nou, het nadeel is, we weten niet welke Pokémon en dat maakt het zo spannend. Oké, nou nog een Hyper Potion. En die gaat nou naar Leafeon. En we zijn weer 100% geheeld. Spannend dit, jongens. Oké, hij doet weer Destiny Bond. Durf ik eigenlijk nog niet aan te vallen, eigenlijk. De reden is... Als ik hem nou neerhaal en hij doet een... Ja, mocht ik nog sneller zijn. Want ik weet niet wat de snelheid van Keknia is. Net waren we sneller. Hij is een best wel slome Pokémon. Ja, daarom. Ik denk dat ik gewoon nog even gewoon een revive ga geven aan... Tot we even gewoon een opoffer Pokémon hebben. Ik heb nog maar 3 revives, maar toch een... Even een opoffer Pokémon is altijd handig. En hij gebruikt de Full Restore, maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit, wij zijn ook aan het healen geweest de hele tijd. Ik heb liever tot die Full Restore op Keknia gebruikt dan dadelijk bijvoorbeeld op een Legendary of zo. Op een Magikarp. Je hebt meer voordeel van deze tijd gehad dan dat hij voordeel heeft gehad. Oké, hij is sneller en hij gebruikt nu Sandstorm. Dus de hagel is weg in ieder geval. Nou ja, niet veel anders is het dus geworden. Nou, de Sandstorm die verdwijnt na 5 beurten. Oh ja. Hij heeft Destiny Bond gebruikt, dan gaat Leafeon neer. Oh. Nee, hij wil missen. Oh. Gelukkig zit een keertje ergens mee. Nee, jij gebruikt weer Destiny Bond! Ja, dag liefie. Dat is lullig. Dan zit gelukje mee om vervolgens je in je gezicht te lachen. Nou, krijg ik al te zien welke... Nee, ik krijg niet te zien welke Pokémon dat hij nou gebruikt.
Dan gaan we defensive. Ja, of ik gebruik Barrel gewoon om een Leafy om gelijk terug te kunnen roepen. Want ik weet nou toch niet wat er me te wachten staat. Ja, dan kun je net zo goed je opoffer je favor gebruiken. Quilava! Dat is niet zo verkeerd. Oké, dan gaan we dit gewoon nou als opoffer gebruiken om gelijk Leafy om te healen. En dan zetten we dadelijk gelijk een Aquarion in en dan gaan we surfen. Double Edge, oeh. Het doet recoil, maar Double Edge, dat kan gevaarlijk zijn. Al is de attack van Quilava niet zo hoog. Aquarion, kom op. We hebben jouw Quick Claw in actie gezien, die willen we nog een keer zien. Yes! Oh, nice. Aan jouw kant. Netjes, netjes, flinke schade. Daar komt die Double Edge waar ik zo bang voor ben. Oké, we overleven het. Flinke recoil damage. Sandstorm is over, maar ik ga gewoon een Hyper Potion gebruiken. Gebruikt hij hem nou weer, dan doet hij zelfmoord. We zijn bijna op de helft, jongens. Ja, hij doet zelfmoord. Oké, Aquarion, we weten dat je dit overleeft. Tenzij dat het een critical hit is, laten we dat niet hopen. Oké, goed zo. Quilava hit met recoil en pleeg zelfmoord. Oké, jongens, we hebben de drie neer. Gliscor! Was dat geen... Ik pak mijn Pokédex er even bij. Ik weet niet wat dat voor beest is. Ik heb een Pokédex, dus komt goed. Pokédex. Gliscor. Dat is een Ground Flying type. Oftewel, Vaporeon is dus heel goed om daartegen te blijven gebruiken. Maar het beste zou eigenlijk zijn Glaceon. Ik weet niet wat voor aanval dat hij heeft. Ja, ik heb het hier ook. Dankjewel, Fairy Tail. Ik denk dat ik de gok ga nemen om toch nog een Hyper Potion eerst op Aquarion te kunnen gooien. Kijken wat voor aanval dat hij gaat gebruiken. En dan Surf. Mochten we het niet halen, dan hebben we nog altijd Glaceon als Ace in the Hole. Ik bedoel, Hyper Potions hebben we meer dan genoeg. Nee. We pakken even Vaporeon. Ik wil eerst weten welke aanvallen dat hij kan. X-Scissor. Oef. Ja, dan moet ik gaan hopen op de Quick Claw. Nee, helaas. X-Scissor is een hele gemene aanval. Oké, Frostwater. Blizzard. Oeh, U-turn. Oh boy. Oké, dan overleeft hij, maar dan gaat hij terug swappen gelijk. Daar ben ik minder enthousiast over. Een Torchic? Oké. Prima. Dan zet ik heel eventjes Flareon in en dan gebruik ik dat heel eventjes om te healen. Ja. Want ik gok erop dat jij nou een vuuraanval gaat gebruiken. Dankjewel. Mijn Fire-type powers zijn al omhoog gegaan. Het enige nadeel is dat ik nog maar één revive heb. Dus dit is de laatste revive die ik kan geven. Aan Aquarion. Dat betekent extra spannend dat wordt. Oh, slash. Oh boy. Ja, het nadeel is... doe jij nou... Oké, ik ga weer... Heb je nog super potions? Volgens mij wel. Oké, ik gebruik eventjes een super potion op firepower.
Nee, hij blijft slash gebruiken, oké. Okay. Dan zitten we met een probleem. Oh, critical hit, shit! Ah. Oké, okay, firepower zijn we dus nu, die ligt echt out of the match. Jammer. Nou ja, Aquarion die heeft een hele hoge defense. Dit kan je nog halen. Ik ga eerst Aquarion healen, kijken hoeveel dat slash op Aquarion doet. Dan kan ik namelijk mijn hele team nog steeds full healen, behalve Flareon dan. Oké, hij doet weer slash. En dit is een critical hit. Oh! Wow, critical hit, die deed gewoon bijna 200 damage. Dat is een sterke Torchic. Oh, hij gebruikt Quick Attack nou. Oeh, gelukkig. Slash is hij beu. Oké, Quick Attack die deed 50 damage in verband met natuurlijk, hij had niet gehoopt dat wij gingen healen. Yep. We moeten nu hopen op de surf. En hij is sneller. Geen critical hit. Geen critical. Hij heeft geen critical. Kom op, wees genoeg. Oké, hij heeft het helaas overleefd, maar dan ga ik nu weer een Hyper Potion. Hopelijk tot hij toch weer naar die Quick Attack gaat. Ja, ja. Aquarion gaat me veel redden. Nou, ik heb volgens mij wel één Pokémon die Quick Attack heeft en dat is Jolteon, geloof ik. Of er... Oh, hij gebruikt de volgende Restore! Nou, het is op Torchic, daar heb ik niet... Nou ja, je hebt... Ja. Maar ja, die Slash die is zo dodelijk. Ja, en het ergste is, Slash kunnen we overleven, maar dat is dus de risicofactor. Ja. Want als hij weer Slash doet, en het is een critical hit, dan zijn we Vaporeon ook voor de rest van de match kwijt. Ja. Maar we hebben een dubbele kans om het te overleven als we nou Surf doen in verband met of Quicklaw activeert en we hebben als eerste tot we hem neerhalen, of we overleven de Slash en kunnen we weer een Hyper Potion gebruiken. Als het geen critical is. Dus dat is twee. Ik denk dat ik gewoon voor de Surf ga. Vaporeon? Aquarion? Wij geloven in je! Wij meteen, de chat! Je kunt het! Oké, okay, geen fast, helaas geen quick claw. Kom op. Yes, hij heeft het! Torchic is neer. Mooi. Dan komt Gliscor weer. Oh, het nadeel is... Oh, nou zit ik met één groot probleem. Leafeon of Frostwadder, die is niet volledig geheeld. En ik weet niet wat zijn laatste Pokémon is. En ik weet, die X-Scissor die had Aquarion in één klap neergehaald, hè? Of was dat Leafeon? Nee, dat was Leafeon die in één klap neerhaalde. Nee, dat was... Ik weet niet meer. Skype. Oh, sorry. Ja, ik hoorde alleen maar... Nou, ik zit nou te twijfelen. Want Frostwadder is niet helemaal geheeld. Ja. Bolt kan er niks tegen doen in verband met het is een grondtype. Hij heeft X-Scissor, dat is een bug-aanval, dus Leafeon is ook een no-go. Persoonlijk zou ik zeggen... Hou Aquarion er gewoon in en ga eerst healen. Ja, dat denk ik nou ook. Gewoon eerst eventjes een Hyper Potion, die heb ik er nog 8. Want sowieso door te healen mag jij al direct beginnen met je healing. En dan kunnen we zien... En, ja. En dan kun je vanzelf zien wat hij voor reactie daarop doet. En...
Ja, Aquarion is ook wel een van degenen met de meeste defense om er gewoon klap. Ja, maar X-Scissor die heeft hij net ook one hit. Nee, hij overleeft het. Maar het is niet genoeg om. Ik ben bang dat ik Aquarion moet opofferen. Oeh. Oeh. Ja, iets anders kan ik niet doen. Dat moet. Helaas. Frostwater met een blizzard is de enige dat hem qua schade het meeste kan gaan doen. Oké, here goes nothing. Misschien mist hij. Nee, helaas. Awww. Hij heeft goed zijn best gedaan. Zeker. Frostwater, je blizzard mag niet missen, no matter what. Here we go. Blizzard. Hij doet nou sword dance. Kom op, raak hem, raak hem, raak hem. Hij mist! Dit wordt lastig. Frostwater, alsjeblieft. 2 HP! En dit! Nee! Oh. 2 keer achter elkaar! Twee keertjes, dan heb je een kans weer. Oh, dit is lullig. Oeh, nou ja, we zien wat zijn laatste Pokémon is. Hij gebruikt U-turn. Oh, oké. Wat is zijn laatste Pokémon? Mime Junior! We hebben nog kans! Dat is inderdaad geen sterke Pokémon. We healen Frostwater. Ik zou inderdaad eerst even lekker jij gaan healen. Oeh, die kent wel psychisch. En die is best wel sterk, die psychisch. Oké, dan gaan we eerst even wisselen. Ja, Bolt, ik hoop dat je het aan kan. Want jij kan niks overleven van... Die Gliscard, daar kan jij niks tegen doen. Dus jij moet dit gaan doen. Ah, nou wou ik echt dat ik Umbreon bij me kon hebben. Oké, dat overleef jij, maar niet genoeg om te kunnen healen. We zitten hier echt in een heel lastig pakket. Deze die gaat naar psychisch lopen spammen. Nou ja, je kan hopen dat hij stopt met psychisch. Toch iets anders probeert. Ja, maar dan... Ons... We moeten Mime Junior en die Gliscor, die moeten we neerhalen. Allebei. Ja. Plus het lastige ook nog is, je hebt niet 100% garantie dat je zijn psychisch... Zelfs zonder crit overleeft, want er zit altijd een kleine afwijking in de aanval. Ik zie het. Doen ze iets meer dan druk. Ik ken hem paralyzen. Dat kan helpen. Dat is het enige wat ik nou kan doen en hopen tot de paralyze doorgaat en dan kan ik healen. Ja. Nee, Jolteon gaat neer. En Leafeon weet ik 100% zeker, die overleeft geen... Die overleeft geen psychisch. Tenminste... Hoeveel HP? Ik heb er nog 3. We mogen als eerste aanvallen. Ik denk dat het beste is om gewoon op te gokken van... Ja, trouwens, psychisch, het nadeel is...
Leafeon heeft een hele slechte special defense. Yep. Ja, nou wou ik dat ik inderdaad die evolutie bij me heb, maar ja, we moeten er wel klein bij ons hebben. Ja, ik weet dat Mime Junior heel langzaam is, maar het probleem is precies, we hebben nou kans tot hij mist in verband met dat hij geparalyzed is. En ik weet dat we als eerste mogen, dus dan zouden we dik kunnen gaan. Maar ja, ik denk dat ik toch eerst ga kijken van toch maar healen. Dus sowieso is het nu gewoon gokken. Nou, psychisch gaat al door. Kom op, Leafeon. Hij wordt niet one-shot, maar mijn special defense is gedropt. Doe maar, Dick. Nou, die is in ieder geval vast mis. Please be paralyzed. Hij is paralyzed en can't move. We kunnen nog een keer Dick doen. Hij is mis. Mooi. Hij is weer geparalyzed! Oh, oh, dit komt weer terug. Oh, dit is een kans. Kom op, dit moet genoeg zijn. Oké, we hebben alleen nog maar die Gliscor. Ik moet nu dus in deze beurt gaan healen en dan gewoon Blizzard en dan hopen tot Blizzard een Frost-dinges doet of iets. Ja, maar alle HM Slaves die zijn slecht Triangle Man. Plus we mogen een HM Slave niet gebruiken, want het is een Eevee Lock. Oké, nou gelijk een Hyper Potion. Leafeon. Take it as a master. Frostwater. We verrekenen op jouw Blizzard. Als die twee Blizzards nu dus door waren gegaan, dan hadden we al gewonnen. Ja, in wezen wel, ja. Oké, here we go. Hoeveel doet een Blizzard? Hij gebruikt de guillotine! Oh, frick dit! Weer mis. Nee, dat is een one-hit KO move. Oké, dat is wel heel erg lame. Ja. Dat is echt lame. Vooral omdat zo'n one-hit KO move, hoe groter het verschil in level, ja, hoe groter de kans is dat die werkt. Nou ja, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Als je levels de uitdaging aan wil gaan, is het gewoon een overpowerde aanval. Volgens mij kan Eevee geen rockclimb leren, Triangle Man. Volgens mij ook niet. Ik zal het heel even voor je kijken, maar volgens mij kon dat niet. Dat was zo close. En dat moet op zo'n teleurstellende aanval. Oh. Nee, Eevees kunnen geen rockclimb leren. Nou ja, we hebben nou wel één voordeel. We weten het is een team. Ja, ja. Hij begint met die Staraptor, met Brave Bird. Hij heeft 3 baby Pokémon. Maar ja, Staraptor, wat moet ik daartegen doen? Ik zou zeggen, Jolteon is niet snel genoeg en hij wordt one-hit. Ja. Ik weet niet. Ja, Glaceon zou ook een optie zijn.
Het nadeel is, Brave Bird is een flying attack. Dus Leafeon, ook al is het een defensive wall, die gaat geen Brave Bird overleven in verband met weakness. Ik denk dat ik toch Glaceon, die heeft iets meer defense dan special defense, dus... Nou, denk je dat als Jolteon's aanval doorgaat, dat hij hem kan one-hitten? Met Thunder, ja. Dan zou je kunnen denken om misschien de Quick Claw om te gooien. Ja, alleen dan heeft Jolteon, die heeft de Quick Claw niet nodig, die heeft Aquarium meer nodig. Ja, inderdaad, want daarna... Ik probeer het dan gewoon eens met Glaceon. Oké. Hey, de muziek is awesome. Poging 2, jongens. Maar we weten nu welke Pokémon dat hij heeft. En vergeet niet, we beginnen ook met een hagel, wat een voordeel is op ons. En Staraptors inderdaad intimidaten, maar dat maakt niks over uit. Goed, Blizzard. En hij begint gelijk met die Brave Bird. Oh. Ja, die overleeft Frostwater ook niet. Ja, Bolt. Misschien nou op 1 HP. Gelijk voor Thunder gaan. Die kent inderdaad ook Aurora Beam, maar... We hebben dadelijk de volgende Pokémon om te healen. Het enigste nadeel is wel... We hebben maar 6 revives, dus ik denk dat ik beter gewoon naar het... Pokémon Center bij poging 3 terug kan gaan lopen en dan hopen op even wat meer revives inslaan. Want die... In wezen zie ik Staraptor eigenlijk als het grootste probleem. Ja, als... die one hit al... Hier, critical hit. Als je die in één klap neer weet te halen, dus misschien toch gokken op de Quick Claw. Ja, dan de hele tijd resetten, maar dat is lame. Ja. Maar ja, wat nog lamer is, is dat hij niks anders doet dan alleen maar... Brave Bird. Yep. Oké, ik weet dat het een randomizer is, maar vergeet niet, dit is tournament. Dit is echt een tournament-strategie. Staraptor als eerste inzetten, Brave Bird om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk het tegenstandersteam tegen neer te maaien. En die wordt ook altijd gebruikt als eerste Pokémon. Het enige voordeel is, hij knokt zichzelf eigenlijk de hele tijd neer. Ja. Hup, komt weer aan met takedown. Het is de ene recoil naar de andere. Nou jongens, dit heeft al geen nut meer. Ik ga echt eerst eventjes wat meer revives inslaan. Nee, grinden niet, want we waren echt dichtbij op victory. Als die twee blizzards gewoon door waren gegaan, hadden we al gewonnen. Zo close waren we. Dus ik ga gewoon extra revives inslaan. En ik zit te denken, misschien, omdat we weten nou welk team dat hij heeft, is het niet handig om één Pokémon te veranderen? Want Flareon is niet echt nuttig in heel het gevecht eigenlijk. Flareon heeft inderdaad de minste voordeel. Dus ik denk dat ik Flareon inderdaad om ga wisselen met Umbreon. Want we hebben één defensive wall. Een echte defensive wall. Ja. Yeah. Hoezo ken ik niet Dick? Oh ja, dan moet je echt in een cave voor zitten in Dick. Nou ja, dan gaan we toch hier even in zitten. Try and stop me. Als spel veel ijzend is inderdaad. Want Dick brengt ons automatisch, als het goed is, bij een Pokémon Center. Ja, naar de laatste Pokémon Center die gebruikt hebben. Of naar de ingang van. Dat mag ook.
Nou, dan gaan wij heel eventjes onze Pieter Post pakken. Gaan we eventjes naar het center toe. En dan nemen we Umbreon met ons mee. Ik wil even kijken op welk level dat Umbreon nou op dit moment ook was. Volgens mij was die nog niet op level 50 namelijk. Die 46 pas. Oeh. Dan ben ik het wel goed gemaakt trouwens, kijkers. Jullie zijn, er wordt in de chat wordt er aangeraden om te gaan grinden. Ik heb geen zin om te gaan grinden. Maar er was een verzoek geplaatst. We hebben monies genoeg om genoeg items weer in te slaan. Ja. Ik zeg, we gaan deze livestream niet eindigen met retten verslaan. Maar we doen gewoon nog een keer de Pokémon League. Zodat we alvast wel in de Wall of Fame staan. Met alle evoluties. Dat is ook wel een leuke. Dan hebben we al het voordeel dat onze Pokémon weer een leveltje omhoog zijn. Ja, en dat kleine beetje kan genoeg zijn. Want grinden... Sowieso, het is wel leuk om een uitdaging te hebben. Klopt. Al moet en ik wel zeggen dat de randomizer een behoorlijke gemenerik is tegen ons. Ja, want die maakt wel een hele extreme uitdaging... op een niet leuke manier door direct daarmee te beginnen. De Staraptor is inderdaad... Wauw. Nou, wij gaan gewoon naar het Indico. En wij gaan gewoon nog heel eventjes de Pokémon League doen. In deze livestream voor vandaag. Waarom? Dan kan Umbreon wat leveltjes krijgen en dan hebben we ons hele Eevee-team bij. Dat is gewoon één groot nadeel van Pokémon Heart Gold Soul Silver. Dat je naar Red toe moet komen met Rock Climb. Ik bedoel, volgens mij was dat nog niet eens required in Crystal. Want in Crystal had je namelijk nog geen Rock Climb. Nou, één voordeel. De shop die hebben we hier al gelijk naast ons zitten. Die verkoopt Hyper Potions en die verkoopt Revives. Dus daar hoeven we ons ook geen zorgen over te maken. En ik heb jullie nog steeds beloofd om een Pokémon-kaart te laten zien. Yep. Oké, Umbreon die heeft die experience share. Ik denk dat ik dan Jolteon vooraan gooi, omdat die moet nou ook het meeste experience. Ik heb nog één rare candy, die ik nog echt op het laatste moment pas wil gaan gebruiken. Bolt, jij gaat gewoon vooraan. We hebben veel nodig. Hyper Potions. Nou, eerst Revives. Die hebben het meeste nodig. Daar koop ik er gewoon 31 van. Gezondheid. En Hyper Potions. Daar koop ik er ook weer 41 nog van. Dan heb ik zeker genoeg om te herstellen. Full Restores. Die zullen we niet nodig hebben. Ultra Ball zullen we niet nodig hebben. Full Heals hebben we nog wel een paar nodig, denk ik. Dat is het voordeel als je bijna geen geld spendeert, dat je dan gewoon in één keer zoveel kan kopen. Nou ja, Full Heals. Oh ja, wacht even voor de Pokémon League zelf. Ja, want het zijn alweer nieuwe Pokémon die ze hebben. In de oorspronkelijke Heart Gold Soul Silver is het namelijk zo, op het moment dat je de Elite voor één keer hebt verslagen, heb je ze de tweede keer verslagen, dan zullen ze ook van de derde en vierde generatie Pokémon hebben. Dus is hun team veranderd. Het nadeel is, we spelen met een randomizer. Dus, ze hadden al derde en vierde generatie Pokémon, maar nu hebben ze dat weer. Maar dan ander. Precies. Dat is eigenlijk wel een interessante wending in deze. Het enige nadeel is, hun levels die zitten nu dus ook tussen de 60 en de 70. Oh. Dat is dan ook een extreme uitdaging. Dat wist ik niet. Dus. Nou, we hebben in ieder geval weer 6, want we moeten tegen Will. En die begint gelijk met de Legendary Regigigas. Op level 58. Okay. Nou ja, ik weet Regigigas die moet oppoweren. Dat duurt heel lang voordat hij sterk wordt. En dat is een normal type, dus... Yep. Ik kan hem paralyzen. Zen Headbutt doet niet echt zoveel. Oké, Thunderwave.
Daarom heb ik Bolt Thunderwave gegeven. Kom op, Bolt. We kunnen dit. Gelijk al een legendary weer voor onze plaat. Geluk zit ons echt niet mee vandaag. En Bolt gaat de helaas hierbij neer. Leafeon. Hij is geparalyzed, dus we gaan er gewoon misbruik van maken. Oké, okay. Regigigas is neer. Kom hier met die experience. Finion. Oh, dat is een watertype. Trouwens nog leuk dat jullie er zijn. Ik weet dat we een beetje later uurtjes nou streamen, maar... Leuk dat jullie allemaal nog zijn, trouwens. Gezellig. Ja. Nou, ik moet ook wel heel eerlijk zeggen, toen ik Heart Gold Soul Silver tot ik daar mijn Eevee team had. Skiddy, wauw. Ik maak me nou zo'n zorgen. Ah. Miauw. Miauw. Nee, maar toen ik dus op Soul Silver ook met mijn evolutieteam bezig was, had ik met Red zijn oorspronkelijk team ook best wel veel problemen. Vergeet niet, in Heart Gold Soul Silver... Evoluties leren hun super aanvallen, hun sterke aanvallen, pas echt op een extreem laat level. Yep. Dus ik ben echt blij dat ze dat gefixt hebben in Omega Ruby Alpha Sapphire. Ja, want het is eigenlijk gewoon te extreem. Je zit dan gewoon al op het niveau... Ja... Nou, je zit niet echt op het niveau. Het punt is gewoon van... evoluties en Eevees... Die hadden heel weinig moves al om mee te beginnen. Zeker in de remake. Dus dat je al gelijk zoiets had van... Ja, maar wacht eventjes. Waarom duurt dit zo lang? Of waarom kan hij niet dit leren? Of waarom kan hij niet dat leren? En dat was heel vaak een struggle bij heel veel mensen. Dus... Waarschijnlijk hebben ze daarvoor voor die optie gekozen. Nou, welkom terug, Fairytale. Ja, we hebben ervoor gekozen om nou de Elite Four met het hele team van evoluties te doen. Nou, als we nou nog één keer oververhitting doen, dan kunnen we Last Resort gebruiken. Ligt eraan welke andere Pokémon dat die heeft, want op zich, we fietsen hier gewoon doorheen, hè. Oké, okay, granted, het zijn nou niet echt hele gevaarlijke Pokémon die we tegenkomen, maar Regigigas was behoorlijk gevaarlijk. Electabuzz. Ja. Nou, die kunnen wij ook wel aan. Level 62, wauw. Oké, okay, oververhitting. Oeh, ik een Thunder Dam! En natuurlijk mis jij niet, hè? Nou ja, Flareon overleeft het met 2 HP. Oké. Een oververhitting doet decent schade. Wat ik al in gedachten had. Nou, als Firepower het niet overleeft, dan kunnen we nog altijd overschakelen naar Leafeon. Ah, Discharge, die mist nooit. Nou, Leafeon, die kan ik dan gewoon gebruiken met Dick. Plus, die is resistant tegen Thunder. Oeh, jij gooit mijn defense omlaag. Daar ben ik niet blij mee. Ja, wat doe je nou? Thunder, ja, die mist. Jammer, hè? En dat is genoeg voor Electabuzz. Het enige nadeel is... Wij zijn nu geparalyzed vanwege die ability van hem. Tuurlijk. Een Igglybuff. Ja, we gaan switchen, want Leafeon die is nou met een lower defense. Aquarion. Jij moet ook wat levels krijgen. Luister eens hier, je hebt tot nu toe nog geen één psychisch Pokémon gehad, dus zeur niet. Doe maar surf.
Zo, goed zo, goed zo. Ik bedoel, ondanks dat het baby-Pokémon zijn, dan schrik ik toch wel af en toe eens een keer van hoe sterk dat hun aanvallen alsnog kunnen zijn eigenlijk. Yep. Ja, waarom hebben we dat gelijk niet gedaan bij Electabuzz? Tukken focus, denk ik. Omdat ik nou de hele tijd zo'n plaatje in mijn hoofd heb, niet vergeten de Pokémon-kaart in deze aflevering. Niet vergeten de Pokémon-kaart in deze... Ja, Quicklaw was nou niet nodig geweest, want Iglybuff is gewoon langzaam. Wauw, daar krijgen we ook maar heel weinig experience voor. Goed, de eerste is neer! Oké, nou dan gaan we op de healing spree. Een revival bolt, een revival firepower. Het enige nadeel is, we hebben helaas niks om PP mee omhoog te gooien. De PP! Het is maar goed dat ik ook extra full heals heb gekocht. Zo. Maar ja, als je echt wil weten wat echt de slechte movesets had, was op het moment dat je de eerste generatie had. Toen leerde Eevee echt bijna niks. Ja. Al waren er toen best wel veel Pokémon met maar weinig moves. Ja, maar toen was er ook heel weinig... Qua vergeleken met tegenwoordig... Qua moveset... Ja, de moveset is wel extreem groter geworden. Bijvoorbeeld Flame Wheel, dat is een generatie 2 aanval. Die bestond ook nog niet in generatie 1. Yep. Hey, kijk, Robin! Toch nog besloten om te komen. Hoi. Wahaha. Oh, ik voel me nou eigenlijk wel een beetje zo van... Damn. Ik ben boos op Brad. Oh, en die begint gelijk met de Charizard. Level 61. Dit kan een uitdaging worden. Oh, en hij is ook nog eens een keer sneller dan mij. Oké, Heatwave. Kom op, Bolt. Dit kun je overleven. Dit kun je overleven. 6, 5, 4, 3, 2... Oké, goed zo. Thunder! Dat overleeft die Charizard niet. Dat mag hij niet overleven. Ik bedoel... Kom op! Nice! Ondanks dat er een 11 level difference in zit, Thunder one-shot een Charizard gewoon nog steeds. Dat is... nice. Steve Lucci is een leveltje omhoog. Trapinch, dat is die stomme grondtype Pokémon. Yep. Livion. Die uiteindelijk in Flygon verandert. Ja, maar volgens mij is het hier alleen nog maar een grondtype. Ja. Dus ja, Vaporeon die had ook wel gekund. Maar ja, Livion die wil ik toch echt sterker hebben. In verband met dat defensive wall, dat vind ik toch wel leuk. Plus, ik wil die aanval zo graag. Wilmer, Bolt, kom nog eens even terug. Jij bent zeker sneller dan een Wilmer. Dus Robin, kom jij ook nog gezellig in de call misschien? Lijkt me gezellig. Ik bedoel, de Elite Four, dit wordt ook een langere streamaflevering dan gewoonlijk, want de Elite Four, die gaan we gewoon een heel deze aflevering nog een keer doen. Marsstomp. Oké, dan gaan we dus weer naar het watergras gebeuren. Of watergrond, dus dan gaan we weer gewoon naar Livion. Hier fietsen we op zich ook wel lekker snel doorheen, ook al de level difference. Ja. Wauw, Protect, wauw. Dat is gewoon tijdrekkerij hier in deze stadium. Zelfs Livion is boos. Kijk naar die blik. En had nou niemand even kunnen vertellen dat Espion gevallen is? Shame on jullie chat. Blijf zitten, hè? Blijf. Oké, dan houden we je wel gewoon zo in de chat. Gewoon zo op. Zo op mijn schouder zitten dan. Blijf nog goed zitten trouwens ook.
Chikorita! Welkom terug, Triangleman. Hoi. Oké, ik moet wel zeggen dat ze wel heel erg veel baby-Pokémon hebben. Even wat recht te zetten, dan... Had even zelf een Pokémon battle. Altijd leuk. Ludicolo. Is dat niet watergras? Een wat is? Ludicolo. Geen idee. Het is die dans Pokémon. Oh, wacht even. De laatste evolutie van Lotad. Ja. Dat was inderdaad een watergras. In ieder geval, de core-evolutie is watergras. Dus ik ga ervan uit dat dat ook wel een watergras is. Ja, het beste wat we dan kunnen doen is Leafeon inzetten voor extra defense. Plus zijn wateraanvallen doen me niks. Zijn grasaanvallen doen me niks. En ik heb Iron Tail en Return. Oké, nou zou Iron Tail volgens mij niet echt zo effectief zijn. In Growl ben ik minder enthousiast over. Ja, inderdaad. Wij zijn die is resistant tegen steel. Nou ja, zijn defense die gaat nou omlaag. Dus daar ben ik wel blij mee. En hij heeft leftovers natuurlijk. Natuurlijk. Oh nee, hij heeft een Black Sludge. En daar krijgt hij schade van? Waarom heeft hij een Black Sludge? Omdat randomizer. Dan weet ik even niet uit mijn hoofd wat Tri-Attack nou ook alweer voor een aanval. Volgens mij was dat normal, maar dat weet ik niet zeker. En nou krijgen we een full restore. Nee, die krijgen we niet. Onze speed is trouwens gelijk. Oké. Oh nee! Hoe bad kan mijn luck zijn? Oh! Ik heb niks gezegd. Ik heb niks gezegd, ik ben stil. Sorry. Sorry, Espion. Ik zou stil zijn. Hé, dat was raar wat er gebeurde. Ik weet niet of je het gezien had, maar dat was raar. Nee, want ik zit weer aan het multitasken. Tri-Attack gebeurde. Waardoor dat mijn Pokémon Frozen Solid werd. Ik begin te klagen. Nogal wie dus. Ja. Maar gelijk de eerste beurt knal ik eruit, waardoor dat mijn aanval alsnog doorgaat. Oké. Nou ja, we hebben in ieder geval al twee van... wel blijven, Espion. Kom op, je bleef net zo lekker zitten. Kom blijven zitten. Ik zal wel minder bewegen dan. Ik zal wel bevroren zitten. Ik zal een beetje mijn camera draaien, zo. Zo dan. Ja, maar dan wel blijven zitten. Goed, we hebben er al twee verslagen. Dus op zich gaat hij weer lekker. Hallo, Bruna. Sluipreclame. Die zit hier op gloeiende kolen. Het is ook wel grappig hoe dat ik hier eigenlijk ook nog steeds Zeepie heet en niet Stevie. Omdat Stevie is nog niet zo lang eigenlijk. Hoe lang is Stevie nou? Denk 4 maanden? Stevie is sinds we... toen we een keertje met Gregory rond zijn gaan lopen met Pokémon Go. Ja, toen is Stevie ondertussen... Ja, toen is Stevie een beetje begonnen. Ja. Maar hoe lang het geleden is. Wauw, ik moet tegen een Wurmple vechten van level 62. Wauw.
Wauw. Hoi, ik kom bij de Pokémon League. En een Elite Four trainer die komt met een Wurmple. Sceptile, kijk, nou komen we ergens. Firepower, leef je uit. Oké. Gewoon eerst beginnen met een oververhitting. Gewoon eerst die gewoon een grote knal geven. Oeh, slam, dat doet best wel pijn. Ik bedoel, ik weet dat Firepower niet echt een grote special attacker is, maar oververhitting, moet je kijken. En natuurlijk overleeft hij het op 1 HP. Natuurlijk. Oké, heeft hij een Citrus Berry? Ik ga ervan uit dat hij nou een volgestoor gaat gebruiken. Oh, nee dus. Geen critical, goed zo. Maar eigenlijk kom ik het liefst nou vol evoluties tegen, want dat geeft het meeste experience. Mistreavers! Oeh. Ja. Bolt of Aquarian? Het is de evolutie natuurlijk, want het is een dark type. Doe maar eerst Confuse Ray. Oké, Parish Song, ik ga dadelijk swappen. Maar ik wil één keer Paint Attack doen. Haha, je raakt jezelf. Stop hitting yourself. Het is niet aardig om iemand uit te lachen. Nou, misschien hebben we heel veel geluk. Oh, hij is uit zijn... Oeh, Power Jam. Wat was dat voor aanval? Oké, dus jij gaat nou mijn Pokémon aanvallen en je killt jezelf in de volgende beurt. Kan ik mee leven? Aquarion, jij neemt de klap op. Daar ben je goed in. Dit is nog de gen dat de experience share maar aan één Pokémon kan geven. Klopt. In Omega Ruby Alpha Sapphire is dat al alle... Wat in X en Y is dat? Ja, X en Y inderdaad. Oh, hij is ook geswapt. Daar is een... Ook alweer een Electabuzz! Waarom heeft iedereen een Electabuzz? Met dezelfde moveset, serieus. Iemand had uitgerekend hoe laag dat die kansen wel niet zaten. Deze dan inderdaad origineel. Nou, iemand die had dus Oh, natuurlijk paralyze je me weer met Thunder. Flame. Nou ja, mijn dik gaat gewoon door. Lekker puh. Oké, alleen het nadeel is, ik denk niet dat dat hem gaat one-shotten. Nee. Heb ik een volgestoor? Nee, hè. Ik heb wel een full heal, maar daar heb ik ook nou weinig aan. Nou, dan heb ik wel een idee. Bolt. Ik ga ervan uit dat hij weer een stroomaanval gaat gebruiken. Yep. Dankjewel dat je mij hield. Ik weet dat het niet zo very effective is, maar... Wat wil hij mij doen? Hij kan alleen maar Screech tegen mij gebruiken.
Oh, en ja. Natuurlijk gaat hij nou wel volgens Source gebruiken. Lame. Oké, okay, dan ben ik het goed gemaakt. Dan healen we gewoon Leafeon. We gaan jou eerst gaan we jou eventjes paralyzen. Oh ja, blub. Hadden we het er net over blub. Ja, laten we alvast eventjes. Nee, niet ge. Hoezo mag ik niet wegrennen? Als ik weg wil rennen, dan ren ik gewoon weg. Sorry. Nou ben jij lekker geparalyzed. Een hyper potion. Firepower die healen we strakjes. Maar nou gok ik dat hij namelijk in de volgende beurt weer voor Screech gaat. Omdat hij weet niet dat we gaan swappen. Als hij dat trouwens nou niet doet. Dan weten we zeker dat het gewoon echt dat de computer weet wat je doet. Want anders zou hij nooit Thunder doen. Oké, gelukkig. Het zal wel heel flame zijn. Want bij de eerste generatie is het dus uitgeprobeerd. En inderdaad, de computer die reageerde dus op wat je deed. Als jij wisselde, dan deed de computer daar iets op. Nou, critical hit zal wel leuk zijn. Dankjewel. U vraagt en u krijgt. Maar waarom krijg... Oh ja, Steve Lucci die krijgt de meeste inderdaad. Die evolutie level 48, die is alweer 2 levels omhoog gegaan. Netjes. En dit vindt Bolt een hele leuke doel, omdat we hebben al... Nee, niet die evolutie, Bolt. Want we hebben al een hele irritante vogel gezien. Dus wij vinden het helemaal niet erg om een irritante vogel uit de lucht te knallen. Nee. Met plezier. Oh, die zou ik zo graag tegen die Star Raptor willen gebruiken, die Thunder. Maar ja, ik weet niet wat de speed is van die Star Raptor op level 88. Goede vraag. Ik weet sowieso niet hoe snel dat beest eigenlijk is. Maar ja, we hebben in ieder geval wel een hele zware challenge voor onze neus. En dat is Red. We weten nu hoe zwaar dat hij is. En we hadden hem de eerste keer bijna gewoon verslagen als het game niet zo leem was. Door te zeggen van, ja, 2 keer gaat Blizzard niet door. Zullen we kijken, de base stat van zijn speed is op 100. Dus ga er maar vanuit dat die heel snel is. En die van Jolteon is? Een moment. Want ik weet niet uit mijn hoofd. Volgens mij was de speed van Jolteon 110 of 130. Volgens mij... Nou, ik kijk wel. Ik heb hem bijna voor mijn neus. Nou, het is namelijk zo. Jolteon zijn speed... 130. Ja, want dan is zijn special attack 110 paas erop, hè? Yep. Dus... Ja, als je het levelverschil klein genoeg kan brengen, ja, dan kun je sneller zijn. Maar het is lastig. Oh ja, dan komt Mr. Reeves weer terug. Steve Lucci! In zijn masterball. Geniaal. Zou hij zelfmoord gaan plegen en Paris Song gebruiken? Nee, hij gaat gelijk voor Power Jam. Hm,
Nou, nog één aanval en het is afgelopen. Oh nee, wacht, dan gaat hij natuurlijk full restore. Called it. Ik bedoel, het is een Elite Four. Natuurlijk doet hij full restore. Nou ja, dat is één gratis aanval en dan kunnen we hem nou confusen. Het enige nadeel is, mijn snelheid is niet zo hoog. 92 gaat naar... Nou, oké, dan kunnen we nog één keer overleven. Dus ik kan hem gewoon confusen en dan gaan we Assurance gebruiken. Hij is sneller als ik, dus... Mocht hij nou inderdaad zichzelf raken in confusion, dan krijgt hij dubbele schade vanwege Assurance. En dat doet hij! Mooi! Ik heb medelijden met hem. Nee, toch niet. Ik wou net zeggen, waarom zou je? Wat deed Grudge ook alweer? Oh, dat verliest alle PP in verband met Grudge. Dat is een... Ja. Maar maakt niet uit. Assurance wou ik toch niet vaak gebruiken, dus... We hebben 3 van de 4 al neergehaald. Ik moet zeggen, mijn Eevee team is op zich heel erg sterk. Er is niks mis mee. Eventjes healen. Waar zijn mijn hyper potions? Daar ergens. Nou, Aquarion die zit al over de 200 HP heen, dus... Maar ja, laten we er even van uitgaan. Hè. Als hij op level 88 zit, dan moet ik minimaal... Moet er een levelverschil tussen zitten van... Ja. Ik denk tot 20 dat je al een grote kans hebt dat je al sneller bent. Uitgaan van plus 2 per beurt. Oh, hebben we nog niet tegen jou gevochten, Karen? Ben ik al naar voren gelopen? Een Cubone. Cute. Het enige probleem is, ik heb nog niet gesaved. Nou ja, tot nu toe is alles nog goed gegaan, dus laten we maar op het beste hopen. Ik bedoel, Cubone die hebben we one-shot. Er zijn nog heel veel Pokémon die we nog niet hebben gezien, dus ik wil nog geen volledig team maken. Oh zo, Magnezone. Had hij niet de Levitate Ability Magnezone? En waarom kies ik voor Bolt? Dat wou ik eigenlijk niet doen. Nou ja, misschien Kanker Paralyzer. Altijd handig. Nou, in Pokémon Sun en Moon ben ik al gewoon van plan om gewoon echt een heel leger van eieren mee te nemen, over te treden en daar gewoon plezier mee te gaan maken. Dat ben ik van plan bij Sun en Moon. Ja. Yeah. Ik weet nog niet of Magnezone de Levitate Ability had. Als dat het wel het geval is, dan hebben we een probleem. Dat had volgens mij die Ability. Ja, Magnet Rise is het. Maar volgens mij is dat ook een Iron Pokémon. Als het goed is, is het inderdaad staal elektrisch. Oeh, Mirror Shot, dit doet heel veel schade. Nou ja, dan kunnen we wel Flareon inzetten. Ik bedoel Firepower. Mooi, je bent weer geparalyzed. Dat heb ik het liefste. Doe maar weer een oververhitting. En die mist! Daar ben ik minder enthousiast. Oh nee, Magnet Rise, daar had hij gebruikt. Dat
Dat kan natuurlijk ook. Ah, dit doet ook goede damage. Oeh, Zap Cannon, dat is een sterke aanval. Dat is volgens mij de Fire Blast van de stroom Pokémon. Oh ja, we zijn op beide geparalyzed. Damn it. Arme Firepower. Ja, het nadeel is, het is een staaltype, dus... Die evolutie die... We gaan gewoon verbolten. We gaan gewoon tundig spammen. En natuurlijk missen we. Waarom zouden we ineens raken nu? Dan zou het spel aardig zijn. Twee keer achter elkaar. Kom op zeg. Net ook al met Blizzard. Dit spel haat mij. Jongen. Dat wordt eigenlijk een gigantische healing. Ik heb nu wel een groot probleem, want ik heb al 3 evoluties neer op het moment. Nou, Leafeon, hij vliegt nu op dit moment niet meer. Dus jij gaat nou gewoon ondergronds. Als hij nou levitate of die magnetrise gebruikt, dan word ik echt boos. Oh, hij is paralyzed. Mooi. Mooi. Nou, ah, hebben we in ieder geval weer wat. Typhlosion. Oké, okay, Aquarion, jouw beurt. Oké, okay, tijd voor een surf. Oh, waarom kennen ze allemaal Double Edge? Oh boy. 5 HP! Oeh, 5 HP overleven dit op. Oké, tijd voor een Hyper Potion. Hey, hun gebruiken ook de hele tijd healing items, dus dan mag ik het ook in between battles. Gebruik nog een keertje die Double Edge, dan pleeg je zelfmoord. Dat moment dat een Hyper Potion ook echt 200 HP herstelt. Oh, en hij gebruikt een Flogstar. Waarom zag ik die al aankomen? Omdat die voorspelbaar was. Nou ja, ik mag als eerste aanvallen, dus daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Dankzij de Quicklaw. Quicklaw is op zich best wel goed op Aquarion. Ja, dan krijg je de recoil van die Double Edge van jou. Even kijken, 205. Hoeveel damage doet dit? Meer als 100. Ja. Dan ken ik het. Dan wordt het een double knockout. Ga ik erop gokken. Ja. Double knockout. Jij gaat neer. Ik ga neer. Hartstikke leuk. Nou ja, niet leuk, maar... Dan gaat alle experience die gaat naar Steve Lucci. Frostwater, je hebt het licht nog niet gezien. Doe eens wat. Oh, tegen Poliwrath, dat is niet handig. Dan kan ik beter naar Leafeon gaan. Dynamic Punch? Oh. Oh ja, defense is hoog. Goed zo. En natuurlijk ben ik geconfused in één hit. Het spel is echt eenzijdig gewoon. Het lijkt wel trading card game. Online moet ik er dan bij zeggen. Ja. Dat alle coinflips dat die jou niet meezitten. Yep. Oké, nou doe maar gewoon even een mesblad aanval, dan zijn we ook weer blij.
Confusion, dan ga je gewoon doorheen, hè? Nee, natuurlijk niet. Kom op, Livion. Goed zo. Robin, aan wiens kant sta jij eigenlijk? Screw die Typhlosion. Hij stinkt. Ja. Ja, we hebben nou een risicofactor. En hoezo is hij nou weer sneller? Is onze speed gelijk? Oké, kom op. Het ene kleine tikkie meer? Nee, natuurlijk niet. Oké, onze snelheid is equal, maar de ene keer mag hij dus... Hij mag twee keer achter elkaar eerder aanvallen en... Het spel is zo eenzijdig, echt. Ik weet dat ik dan veel klaag, maar... Dit is gewoon not fair. 100%. Hier, lekker missen jij. Hoe is mogelijk? Nou, Poliwrath is ook neer. Wat hebben we nog meer van Pokémon? Ik bedoel, serieus, ik heb nog maar twee Pokémon. Ik heb nog maar Steve, Lucie en... Caravana. Je hebt heel veel water- en grastypes, maar mijn water- en grastypes die liggen ondertussen nou... Prima, wij gaan gewoon reviven. Ik heb hier geen zin in, dit duurt mij te lang. Arme Frostwater. Tuurlijk een critical hit. Nou ja, ik heb daar genoeg geld om in ieder geval weer genoeg revives te kopen. Voor dus bij de volgende livestream weer een poging op. Oeh, Aqua Jet. Dat is een gevaarlijke aanval. Tenminste, dat weet ik in verband met dat Erik die heel vaak tegen mij heeft gebruikt. Wacht eventjes. Oké, alles loopt nog goed. En natuurlijk Miss Thunder. Het geluk zit niet echt mee. Nou, ik zou zeggen, die andere momenten van geluk noem ik eigenlijk ook geen geluk, omdat het eigenlijk gewoon valse hoop was. Zo van, ja, we gaan jou een hoop geven met Red bijvoorbeeld, hè, dan met die battle tegen Red. Ja, we gaan je de hoop geven, haha, grapje, 1 april, gaat niet door. Linoon, wat was Linoon ook alweer voor een Pokémon? Was dat niet dat waterbeest? Dat is een normale beest. Ik zie het. Van Zigzagoon. Ja, ik zie het, ja. Dan kan ik gewoon return doen. Razzleaf, ja, nee, die is, nee, gewoon return. Hij doet Belly Drum. Oeh. Dat is gevaarlijk. Ja. Maar ja, aan de andere kant. Ik heb gekozen voor Return. Is dat genoeg om 50% damage te doen? Ik weet niet of het een defensive ball is. Nee, het is net niet genoeg. Oh, hij gaat voor een volgestoor, natuurlijk. Belly Drum volgestoor, dat is wel heel erg gemeen. Dat is... Ja... Belly Drum waarbij je direct al naar je maximale attack toe gaat en... Ja, dat is overpowered. Nou, het ziet er nou uit dat ik dit niet ga winnen. Oh. Nou, ik geef de hoop nog niet op. Linoon is de laatste Pokémon en Steve Lucie is onze defensive wall. Je kunt het. Pas wel. Ja, Livion, ik weet niet hoe sterk dat die slash... Ik weet dat Bolt wel een... Misschien tot tundig genoeg zou zijn. Oké, Steve Lucie, serieus. Ook al heeft hij een belly drum. Je bent een defensive wall. Je moet er eentje overleven. Kom op. Critical hit natuurlijk. Nee, hij gaat alles one-shotten. Ja. Was nog niet eens een critical hit. Het is nou eenmaal een Pokémon dat alleen maar normale aanvallen eigenlijk heeft.
Nou, hier baal ik van, want ik heb die ene net niet opgeslagen. Dus deze tundig moet genoeg zijn. Kom op, je kunt het. Ja. Here we go. En hij is sneller. Hij is gewoon sneller. Jongens, ik vind het mooi geweest voor deze aflevering en livestream. Wij gaan de volgende keer gaan wij verder. Moeten we nog een keer Bruno verslaan? I don't care. Maar de volgende keer gaan we dan verder. En ja, hopen dat we iets meer het geluk in deze game aan onze kant hebben staan. En ik heb een glitch zelfs. Wauw. Heel goed moment inderdaad om dan maar te stoppen. Nou, het is ook al bijna 10:30. Plus deze aflevering die is 1 uur en 20 minuten. Dus hij is behoorlijk lang. Beste YouTubers, ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat dat natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar tijd voor hebt, wil je nou zelf een keertje bij een livestream aanwezig zijn? In de beschrijving staat een linkje naar Twitch toe. Ga er eventjes naartoe, klik op follow. En wanneer dat wij live gaan, als je notificaties aan hebt staan, krijg je notificatie wanneer dat ik live ben. Hartstikke gezellig. Dus ja, met dat gezegd hebben, dank jullie wel. En hopelijk tot ik jullie zie bij de volgende video. Erik, leuk dat je erbij was. Ja. Tot ziens. Gezellig. Doei!